Diepgeëerde Swami. Hier weer een berichtje van Tanja uit Nederland. Zoals u weet ben ik een jonge, biodynamische vrouw van begin 30. Met een verantwoordelijke baan en een eigen huis. Toch voel ik me de laatste tijd niet helemaal prettig in mijn eigen lijf. Ik heb alles gedaan wat u mij voorgeschreven heeft om mijn seksualiteit meer de ruimte te bieden. Maar toch lijkt het alsof mijn venuskrachten zich maar niet willen manifesteren. Ik ben begonnen met elke ochtend een halve pot rooibosthee. En na mijn wekelijkse sessie in de masturbatieworkshop heb ik me volledig ten einde raad toch maar opgegeven voor het G-Spots verkenningsweekend van vorige week. Ondanks dit alles is het mij niet gelukt om dieper tot mijn innerlijke ik te komen. Gezien mijn werk op school hier erg onder leidt, ik ben directrice, maar stel door het veelvuldig tekort aan leerkrachten steeds weer voor de klas. En de meisjes van de eerste klas hun eerste seksuele ervaring al hebben of bijna hebben gehad, ben ik volledig ten einde raad. Helpt u mij alstublieft, een wanhopige Tanja. Reply. Mijn allerliefste Tanja. Vanaf vandaag zul je door het leven gaan als mijn devotee 0069. En geef ik jou de bijnaam Tantrik Tanja. Omdat de Swami er niet van houdt om gras op de heuvel van Venus te laten groeien. Dit moet regelmatig gekortwiekt worden. Geef ik jou hierbij het handvat om de droge boot weer in contact te brengen met het heilige water. Bijgaande stuur ik een bijlage getiteld G7. Als je deze openmaakt, zul je al gauw zien dat de geheimen van de G7 je tot de 7 G-sporten op je lichaam leiden en je tot 7 hoge hoogtes beroeren. Maar de Swami heeft ook oplossingen voor de meer praktische problemen in het leven. Zoals je probleem op school. Met de hoogste spoed stuur ik mijn zeer toegewijde devotee 0013 Mahinder Lasmibal Singh naar Nederland om je op school bij te staan. Je hoeft op slechts een goed salaris te bieden en garant te staan bij de vreemdelingenpolitie. En hij zal jouw vertrouwen zeker niet beschamen. Hopend op een vruchtbare samenwerking jullerzijds, verblijf ik met de diepgeëerde groeten. Swami, Lasmibal, woe! Bhagwan en Dien. Punt. Cent. Hom. Heb je gezien? Niet alleen maar heb ik Tanja naar de 7 hoogtepunten geholpen. Ik heb ook een job voor mezelf geregeld in Holland. Dan ga ik nu vreemde valuta verdienen. Nederlandse guldens. Of nog beter, euro's. Dan kan ik een nog grotere computer kopen. En dan kan ik nog meer vrouwen helpen die seksueel vast in de knoop zitten. Als het nog even zo doorgaat, schrijft Swami zijn eigen fucking Bijbel. Internet. Internet, zei je bedoelen, ja. Swami, Swami, salami zeker. En je weet wat salami is, het is onreine worst. Internet. Breek me de bek niet open over die zogenaamde technologische vooruitgang. Want internet, het is niet alleen maar pret, het is ook een hoop ellende. Je kinderen surfen naar de website van een of andere bende. En voor je denkt, ben je ze kwijt. Want op internet is niets wat het lijkt. Je surft door cyberspace, het lijkt wel alsof je raced. Race, ras, het maakt niet uit. Het gaat om het aantal bytes dat je gebruikt. Met één klik de wereld rond van Alaska tot Hongkong, muis aan muis, de hele wereld bij je thuis. Je kan zijn wie je wil of je bent wie je bent, maar één klik te veel. En je belandt zo bij de Ku Klux Klan. Met een puntmuts op je hoofd en een brandend kruis. En dan heb ik het nu over die van mijn Henderson moeder. De hele wereld dichtbij, maar dan ben jij ver van huis. Internet. Hoe ver moet je niet vallen om de hele avond te chatten met niemand dalle? Je chat over ditjes en datjes, je denkt je chat met een schatje. Maar op internet is niets wat het lijkt, snap je? Je zit de hele dag achter dat ding, het loopt aardig uit de hand. Je denkt je chat met een dame uit Thailand. Ze stuurt een foto, je bent verkocht, want deze dame heeft alles wat je altijd daar zocht. Dus je maakt de afspraak, niet waar, dan kom je daar, dan hoor je oeps, sorry.
Die foto was van mijn ex, Corrie. Hallo, ik ben Cor. Ja, ik heb een snor. Maar ik heb jarenlang gezeten in de Haagse Noor. En ik stond een keer onder de douche en mijn zeep viel op de grond. Ik bukte om het te pakken en voelde plotseling iets keihard zimmen. Ik ga het niet zeggen, maar het rijmt wel. Maar maak je maar geen zorgen, ik zal lief voor je zijn. Ook al doet het de eerste keer een heel klein beetje pijn. Als je wil, kan je gaan, je gaat schreeuwen. Want ook op het net loop je allerlei enge ziektes op. Een mailtje met I love you. En je bent volledig opgefokt. Alles ben je kwijt, het is net een overspelig wijf. De helft van je doekoe en je hele harde scheef. En als je denkt, ach, mij gebeurt niets, want ik ben beschermd. Want ik heb ooit drie dingen weer, McAfee of die andere, Norton. Vergeet het maar, migoedus, want niets helpt je meer. Zelfs niet surfen. Via durex.com. Sanderij, de Johan Adolf Pengel International Airport van Suriname. Jap Airport. Jap. Jullie allemaal poepen, dat betekent het daar. Want het is één grote controlepost geworden door al die drugscouriers en die bolletjeslikkers. Bolletjeslikkers voor de mensen die de laatste tijd met hun hoofd in een reet hebben gezeten. Zijn van die halfgare idioten die cocaïne in plastic bolletjes verpakken, het inslikken, naar hier toe komen, het uitpoepen en dan op de markt brengen voor jullie. Echte pure Surinaamse shit heb je dan. Maar ze fokken mijn land op, want je kan niet behoorlijk op reis gaan. Overal word je gecontroleerd. Ik kom binnen, direct bij die balie al, mag ik je ticket zien? Ik zeg, mevrouw, als ik geen ticket had, hoe zou ik in godsnaam naar Holland gaan? Maar ja, die dames van de SLM hebben het ook niet makkelijk op Sanderij, hoor. Want wij Surinamers, onthoud dit woord goed, we zijn werede. Dat wil zeggen hinderlijk, lastig, vervelend, vermoeiend als we op reis gaan. Ik stond in de rij, twee mensen voor me. Eerste man. Er stond eerst een man. En ik hoor die vrouw drie balie zeggen. Ja, meneer, het spijt me, maar het vogeltje kan echt niet met u mee. Hoe bedoel je, mijn vogel kan niet mee? Je bent niet zo goed wijs. Huh? Voor mij, je weet niet wat je zegt. Luister nou, mijn vogel en ik zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Huh? Waar ik ga, gaat mijn vogel ook. Dus liever begin je opnieuw te checken. Ja, meneer, maar u heeft tenminste papieren nodig voor die vogel. Papieren? Geef me een pen. Kijk, Pietje is gezond. Wat wil je nog meer? Ja, sorry meneer, maar je gaat toch in het ruim moeten. In het ruim? Je hebt nu gehoord wat ik heb gezegd al die tijd nog. Huh? Je hoort niet wat, hebben we akoestisch probleem of zo? Waar kom jij vandaan? En die vrouw zit naast hem en schaamt zich dood. Hij wordt helemaal rood. Ja, sorry hoor, Jurgen. Het is mijn neger, maar ik heb hem wel goed opgevoed. Sta niet meer op, hoor. Ik loer je. Sorry.